akkoord getekend voor een betere arbeidsmarkt. Hoe ver laten we algoritmes toe in ons leven? En windmolens Beuningen komen er pas medio 2026. Mag ik jullie nu uitnodigen om hier met de handtekening te zetten? Op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werd gisteren het Human Capital Accord ondertekend door onder andere provincie Gelderland, de Economic Board en de Groene Metropoolregio. De start van een samenwerking om een goede arbeidsmarkt neer te zetten. Het Human Capital Accord van deze regio, dat houdt in dat we als provincie Gelderland samen met 18 gemeenten en vertegenwoordigers van kennisinstellingen en bedrijven uit deze regio de handtekening hebben gezet onder dat we echt iets willen doen aan het arbeidsmarktvraagstuk in deze regio. Nou, dat betekent dat we dus echt iets aan de personeelstekorten hier willen doen. En dat doen we aan de ene kant door mensen die nu aan het werk zijn ook aan te bieden om cursussen te volgen, opleidingen te volgen, om beter aan te blijven sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt. Dat betekent aan de andere kant dat we ook het talent wat hier wordt opgeleid ook voor deze regio willen behouden. Dat ze dus niet de trein of de auto pakken naar het westen of naar Utrecht, naar Den Haag, omdat ze denken dat de arbeidsmarkt daar beter is. Maar dat we ook zelf hier in Nijmegen en in Arnhem en omliggende gemeentes de arbeidsmarkt beter willen maken. En ook dat mensen die graag meer willen werken of mensen die willen werken waar nu niet aan een baan komen, willen helpen om aan dat werk te komen. In de regio Arnhem-Nijmegen is dat nodig, omdat daar in een aantal sectoren te weinig mensen zijn die vacatures kunnen invullen. We hebben ook echt een groot tekort aan mensen met de benodigde kennis en vaardigheden, onder andere voor de energietransitie, maar ook binnen de zorg en binnen de high-tech sector. Daar komen gewoon echt mensen tekort en juist daarin willen we als regio gaan groeien en ons onderscheiden. Dus daar ligt voor ons een enorme uitdaging om eigenlijk meer mensen voor die sector bereikbaar te hebben. En om die bereikbaarheid te vergroten, wordt er meer gekeken naar talenten en vaardigheden dan alleen naar diploma's. Ook mensen die een carrière switch willen maken, worden hier beter bij ondersteund. Vooral heel belangrijk om het samen te gaan doen. Dus je moet die handen ineens slaan. Maar tegelijkertijd zul je ook, vooral de werkende mensen, zul je moeten gaan bereiken om ook scholing aan te bieden. En dus niet meer dat mensen 4 jaar naar school moeten om zich te kunnen omscholen. Maar korte keuzemodules. Waar mensen gewoon op 1 vak of op 1 onderdeel zich kunnen scholen. En daar dan ook een certificaat voor krijgen. De partijen kijken uit naar een arbeidsmarkt waarin vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten en er geen tekorten meer zijn in de zorg, techniek en energiesector. De term algoritme kennen we bij het gebruik van sociale media, maar algoritmes gaan een grotere rol spelen in ons leven. Vertrouwen we ze wel met bijvoorbeeld ons geld of onze gezondheid? Gabi Schaap van de Radboud Universiteit heeft onderzoek gedaan naar hoe de mens openstaat voor de beslissingen van algoritmes. Stel, u moet naar de dokter een onderzoek laten uitvoeren. Heeft u dan liever dat dit wordt gedaan door een computer of door een mens van vlees en bloed? Een mens van vlees en bloed. En waarom dan? Ja, misschien gevoelsmatig dat je toch denkt van die man heeft er misschien iets betere kijk op als een computer. Nee, ik zal toch wel naar een huisarts toe gaan. Gewoon de huisarts, die heeft er hard voor geleerd en alles. Ik vind gewoon dat naar de huisarts een diagnose laat stellen. Gewoon de huisarts. Gewoon omdat die hebben niet voor niets al die opleidingen en zo gedaan, dus ik vertrouw dat nog wel. Een digitaal systeem dat door het verzamelen van informatie en berekeningen tot allerlei oplossingen en antwoorden komt. Dit algoritme gaat een steeds grotere rol spelen in ons leven. Communicatiewetenschapper Gabi Schaap onderzoekt of mensen het algoritme wel vertrouwen om beslissingen voor ons te maken. Hij vertelt wat hem opvalt aan de reacties van de mensen op straat. Ja, als ik zou moeten kiezen, zou ik toch zeggen, doe maar gewoon de dokter van vlees en bloed. Nou, tot hier. Dit zijn de antwoorden die we hebben gekregen. Wat valt jou op aan dit straatinterview? Wat bekend is ook wel uit de wetenschappelijke literatuur, namelijk dat mensen best wel huiverig zijn voor algoritmes. Ook dat ze er niet zo heel veel van lijken te weten, wat het nou precies is. Hè. Mm-hmm. Nou, dat zien we in onderzoek ook wel veel terug. Dat mensen diezelfde neiging hebben om die algoritmes maar af te wijzen. In eerder onderzoek werd geen eerlijke keuze gepresenteerd, waardoor al gauw een mens wordt verkozen boven een computersysteem.
In het onderzoek van Gabi Schaap gebruikte hij ook voorbeelden van algoritmes die helpen bij dating apps of investeren in aandelen. Mijn vraag was dan eigenlijk, kiezen mensen dan ook, zoals je hier op straat ziet, stelselmatig voor de mens en niet voor het algoritme? Nou, wat uit dat onderzoek komt is dat dat eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is, of het nou een mens is of een algoritme. Waar mensen naar kijken is, wat levert het mij op? Als het uiteindelijk blijkt dat die computers echt veel beter zijn, dan vind ik dat ook prima. Ik denk dat het algoritme wel handig is, maar dan krijg je niet, heb je zeg maar al ingesteld wat je, waar je geïnteresseerd in bent. Wat ook wel meespeelt is dat idee van controle. Ik wil zelf ook nog enige controle hebben. Dat speelt minder een grote rol dan wat het oplevert, de winst zeg maar. Ja, mijn vraag is, gaat dat in de toekomst, blijft dat zo, als die algoritmes maar steeds beter en beter worden? Ja. Gaan we dan nog steeds zeggen, oké, ik wil toch wel zelf beslissen. Als we zien dat het stelselmatig ons ontzettend veel succes, geld, geluk enzovoort oplevert. Als we die algoritmes het maar laten beslissen. Straks in het RS7 Regio Nieuws. Ouderen die na jaren weer hun voetbalschoenen aantrekken om het veld op te gaan. Het begrip walking voetbal wordt steeds populairder. Straks nemen we een kijkje bij het team van Juliana en Malde. Ja, de bouw van windmolens in Beuningen zal op zijn vroegst pas in de loop van 2026 plaatsvinden. Dat heeft de gemeente Beuningen donderdag bekendgemaakt. Anderhalf jaar geleden zei het college van BMW dat de windmolens er mogelijk in 2024 al zouden kunnen staan. Voor windpark Beuningen loopt op dit moment een juridische beroepsprocedure. Het is nu wachten op de zittingsdatum van de Raad van State die nog gepland moet worden. Omwonenden van asfaltfabriek in Nijmegen zijn de afgelopen jaren onvoldoende beschermd tegen de uitstoot van schadelijke stoffen. De gemeente en de fabriek hebben onvoldoende oog gehad voor de gezondheid van bewoners. Dat is de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport dat donderdag is gepubliceerd. Het toezicht op de asfaltfabriek APN aan de Energieweg en andere grote fabrieken in Nijmegen-West is veel te gericht op de regels. Als de uitstoot van schadelijke stoffen maar onder de norm blijft, dan is het in orde. En het stadseiland Veurlent heeft een nieuwe invulling gekregen tijdens de Vierdaagse Feesten. De organisatie achter de horecagelegenheid Strandbar Stek gaat vanaf de aankomende editie van de feesten het evenement Stadseiland Stek organiseren. Onlangs werd bekend dat het festival op het eiland, dat voorheen op deze locatie te vinden was, om financiële redenen niet meer door kan gaan. Stek zal op het eiland naar eigen zeggen een ongedwongen vakantievibe meegeven in een open zomerstrand waar iedereen samenkomt. Op plein 44 is momenteel een bijzondere tentoonstelling te bezoeken. Onder de naam Hartslag van de Straat wordt er een eerbetoon weergegeven aan het werk van de politie. De tentoonstelling staat nog iets meer dan een week en vandaag kwam ook burgemeester Bruls een kijkje nemen. En dit was eigenlijk een kans om een kijkje te nemen in de politiewereld, de wereld van de politie. En de politie bood mij eigenlijk de mogelijkheid en de kans om anderhalf jaar lang van Terschelling tot Heerlen en alles ertussenin te fotograferen. Bruls, je hebt net een rondleiding gehad langs alle foto's. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het, wetend dat het maar een klein deel van alle foto's, een mooie impressie geven wat politiewerk is. Ik denk dat voor veel mensen die niet precies weten wat de politie doet, behalve dan boeven vangen, dat het wel een inkijkje geeft dat er ook nog wel veel meer bij kijkt. Ik wilde gewoon laten zien alle rauwheid hoe het werk kan zijn. Dus het zijn hoogtepunten en dieptepunten. En het project heet De Hartslag van de Straat. Voelt u dat ook een beetje? Ja, want men laat heel erg zien de veelzijdigheid van politiewerk buiten. Nogmaals, je ziet niet iemand die achter de computer dingen te invullen is. Of die iemand aan het ondervragen is op het politiebureau, wat natuurlijk ook politiewerk is. Maar je kunt hier wel zien dat het veel meer is dan een overlastgevende groep mensen van een terras halen. Maar het gaat ook vaak om controles op drugshandel. Maar ook heel veel mensen helpen. Dat vind ik wat het heel erg laat zien. Ja, zeker. Ik vind de foto's die geven heel mooi weer wat ons werk is. En je ziet gewoon echt de emotie in het werk. En je ziet de leuke momenten, de moeilijke momenten. Dus ik vind dat hij dat echt mooi vastgelegd heeft. En heb je ook een favoriete foto? Ik denk de foto achter ons. Waar een collega eigenlijk een beetje hulpeloos kijkt. Omdat ze een vermiste vrouw niet kunnen vinden. Vooral de emotie die je op zijn gezicht ziet, die maakt wel indruk. Ja, dus je hebt eigenlijk met de foto's wel een beetje kunnen zien. Dit is hoe het is.
Ja, al gaf ik net wel aan dat het ook wel is dat we ook nog wel veel administratief werk hebben. Maar ik snap dat het niet leuk is om hier 10 foto's van typen agenten neer te leggen. Dus dat stukje mis ik dan, ja, mis ik in de foto's. Ik denk dat dit het wel mooi weergeeft. Oké, en als ik dan mag samenvatten, ben je dan trots op het werk wat hier nu staat? Ja, dat wel. Ik vind wel mooie foto's. Maar om een indruk te krijgen van de veelzijdige politiewerk is een hele mooie manier. En je kunt er niet omheen als je plein 44 overloopt. Dus kom kijken. Ja, dan kijken we even naar de sociale media. Poppodia Doornroosje en Marlijn plaatsen gezamenlijk een bericht op Instagram, waarin ze melden dat de nieuwe bouw van Marlijn een flink stap dichterbij is. De gemeente Nijmegen heeft namelijk een akkoord gegeven op het bestemmingsplan voor het beoogde locatie. Na een zoektocht van bijna 15 jaar zal het poppodium over een tijdje verhuizen naar een plek onder de spoorbrug dichtbij Doornroosje. Stichting Roorse Woensdag doet een oproep om deze zaterdag massaal de regenboogvlag te hijsen. Dit om een vuist te maken tegen het vele geweld waar de LHBTI-gemeenschap de afgelopen weken mee te maken hebben gekregen. De oproep is afkomstig van de COC-vereniging in Nederland en wordt gevraagd om foto's van de vlag te delen en de hashtag #SamenSterk te gebruiken. En tot slot laat de organisatie van het festival Music Meeting via Facebook weten dat ze op zoek zijn naar vrijwilligers voor de komende editie van het evenement. Het Wereldmuziekfestival vindt plaats in het Pinksterweekend in Park Brakkestein. Een ruil voor het vrijwilligerswerk biedt de organisatie vrije toegang tot het podia, eten, drinken en een t-shirt. Ja, en dan sport. Je ziet het bij steeds meer voetbalclubs. Walking football. Ouderen die na jaren weer hun voetbalschoenen aantrekken om het veld op te gaan, maar ook ouderen die nog nooit gevoetbald hebben, staan ineens op het veld. Ook bij voetbalclub Juliana en Malde zijn ze trots dat ze zo'n elftal hebben. Zo trots dat ze een heus internationaal toernooi hebben georganiseerd, speciaal voor walking voetbal. Oud-international en profvoetballer Frans Thijssen, die zijn carrière begon bij Juliana en Malden, is blij dat steeds meer clubs starten met walking voetbal. Natuurlijk goed nieuws dat iedereen weer in beweging gaat en dat ze allemaal tegen een balletje kunnen trappen. Het is natuurlijk wat anders dan het gewone voetbal, want er zijn natuurlijk ook wel wat regeltjes aan verbonden. Maar ja, het is natuurlijk goed dat iedereen toch de sociale contacten erbij, noem maar op. Dus ik denk dat het voor de meeste van deze spelers een uitje is en daar gaat het om. Dat walking voetbal kent wel wat andere regels dan het normale voetbal. En dat is voor sommige spelers best even wennen. Nou ja, het woord zegt het al, walking voetbal. Dat betekent dat je niet mag hardlopen. Er wordt redelijk, en zo in dit toernooi aangehouden aan die regel. Geen lichamelijk contact. Ballen moeten laag blijven, dus heuphoogte. Kooltjes zijn ook net dezelfde hoogte als de heup. Je mag de bal indribbelen, je hoeft geen inworp te nemen. Allemaal dat soort dingen vanaf. Het aanvallende veld mag pas gescoord worden. Er zit geen keeper, geen keeper in de goal. Dus dat zijn zeg maar de belangrijkste onderdelen van het walking voetbal. Ja. Naast het sportieve effect heeft het ook een sociale functie. Het is sociaal. Je leert hele nieuwe mensen kennen die je dus nooit daarvoor had gezien. En nou bij een leuk ploegje. We gaan ook regelmatig bowlen met een ploegje. Dus ja, het is dus vooral het sociale gedeelte erg belangrijk. Ja. Ja, ik denk als je ouder wordt, dan heb je daar wel behoefte aan om elkaar wat vaker te zien. Niet in huis te zitten, maar gewoon toch weer je maatjes opzoeken en samen wat sporten. En de ene gaat tennissen en de ander gaat walking voetbal. Er zijn een hoop mensen die alleen thuis zitten en die gewoon af en toe uit moeten eigenlijk. Zoals wij af en toe de kroeg in gaan om een biertje te drinken, om even eruit te zijn. En dan gaan hun wat gezonder is, een balletje trappen. Dan is toch de vraag, kriebelt het niet voor Frans Thijssen om mee te doen? Nee, dat is altijd moeilijk om daar antwoord op te geven. Omdat je bent nog steeds altijd een fanatiek profvoetballer geweest. En je speelt nu niet met spelers waar je elke keer een ideale bal van kunt verwachten. En voordat ik me ga ergeren in zo'n wedstrijdje, dan denk ik dat ik beter niet mee kan doen. Daar ben je nog te fanatiek voor, denk ik, om daaraan mee te doen. Dan doen we het op deze manier doen we mee. En kan trainer Rogier Meijer van NEC nog een beroep doen op de mannen? Ja, kijk, goede spits of een goede verdediger, dan kan hij af en toe bij ons nog even aan de bel trekken. Maar het zal er wel niks meer niet van komen, neem ik aan. Kom op, NEC. Pak die bal af.
Ja, we zitten natuurlijk massaal te wachten op die 20 graden die ons voor volgende week is beloofd. Maar helaas duurt dat nog even. Nu was het vandaag ook geen verkeerd weer. Het bleef droog, de zon was geregeld te zien en het werd al zo'n 14 graden. Morgen zal niet veel veranderen. We krijgen opnieuw een droge dag met geregeld wat zon en een graad of 13. Ja, en op zondag een klein dipje. Het zal veelal bewolkt blijven en heel misschien valt er een klein buitje. Verder is de temperatuur nog steeds prima met 14 graden en dat wordt daarna alleen nog maar beter. Zoals het er nu uitziet, blijft het zo'n 2 weken lang droog. Halen we de donderdag en de vrijdag voor het eerst misschien wel de 20 graden. Ja, en dit was hem alweer, het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. Vanavond op RN7 kun je ieder uur om 15:15 kijken naar een speciale NEC-uitzending in aanloop naar de derby van zondag, NEC-Vitesse. En elk uur om 15:15 zie je de gebruikelijke nieuwste films weer. En wij zijn er maandag weer. Ik wens je een heel fijn weekend. Tot dan!